Ik had vorige week meer boeken geluisterd dan gelezen. Maar toch aardig leuke boeken gelezen en geluisterd. Dit gaat over een vrouw die een boek aan het schrijven is, zich terugtrekt in een afgelegen huisje. En dan vast komt te zitten door de storm, sneeuwstorm. Wat ze niet erg vindt. Maar dan vindt ze ineens een kindje in de sneeuw. Die redt ze. Zo van, oh, ik ben hier niet alleen. Wat is er gebeurd? Wie hoort het bij dat kindje? Het is heel spannend en er zaten geen met wending in, waar ik dacht van, oh, die had ik niet zien aankomen. Zeker een aanrader. Dan Lonely for You Only. Ja, dit is wel het zoveelste deel in een serie. Maar dit zijn dus, ieder deel volgt volgens mij een ander bandlid, dacht ik dat het was. Ik weet niet hoe het zit. Het is een Lancaster. Oh, volgt iemand anders. Precies weet ik niet, want dit is ook het eerste boek wat ik van haar lees. Lonely for You Only volg je een jonge vrouw uit een steenrijk gezin die voor haar 18e verjaardag een groot feest geeft. En dan de leadzanger van de band waar ze op haar 15e, 14e helemaal dol was. Dat is haar gastoptreden. Dat heeft papa voor haar geregeld. Die heeft ze dat moment natuurlijk niet zo heel blij mee. Want ja, het is een band waar je eigenlijk niks meer van hoort. Ze had liever, bij wijze van spreken, Harry Styles van One Direction? Sorry, ik ben oud. Gehad. En dan volg je haar kant. Maar je volgt ook hem. En dan geen mens dan, tijdens het feestje, zoenen ze. Op een of andere manier. En dus mensen denken dat ze daten. Dus het is een fake date. Romans. Hij is wel steamy. Ja, was echt leuk. Je weet natuurlijk van tevoren al hoe het afloopt. Maar het was wel leuk. Leuk boek. Ik wil zeker meer van haar lezen. De Maid. Gaat over een een jonge vrouw die in een prestige hotel de schoonmaker is. De meid. En dan vindt ze een lijk. Zo van, oh. En aangezien zij verslaafd is aan true crime en Agatha Christie, gaat zij zelf uitzoeken wie het gedaan heeft. Vooral als de vingertjes ook naar haar wijzen. En ze weet zeker dat ze hem niet vermoord heeft. Ook weer een einde waarvan ik dacht van, oh, zo zat het. Slot erop is, ja, een beetje het vervolg van het Strikkeron. Want in Slot erop volg je de broer van de hoofdrolspeelster van Strikkeron. En die weer terug in Nederland woont. Maar ook de beste vriendin van de hoofdrolspeelster. Oh, ik ben zo slecht in namen. Nou ja, het draait om Giel en Francine. Giel die heeft pas te horen gekregen dat hij een dochtertje heeft. Probeert een band met haar op te bouwen. Probeert het leven zelf weer op rit te krijgen. Francine is niet helemaal gelukkig in haar relatie. En probeert, wordt continu gepusht van wanneer ben je nou zwanger. En is niet helemaal gelukkig en probeert haar eigen leven op elkaar op rit te krijgen. En draait om hun vriendschap. En ja, je weet hoe het eindigt. Het is, er zitten een aantal serieuze stukken, heftige stukken in. Maar wel zeker een aanrader. Erg leuk, net als het vorige boek.
The Stolen Heir is een van de boeken van de Elfheim-serie. En dit draait, speelt zich af zoveel jaar na de Cruel Prince-trilogie. En dit draait om een meisje die vee is, eigenlijk al in de mensenwereld is opgegroeid en de en ook we moeten samen gaan werken om iets voor elkaar te krijgen. Ja, elfen genoot. Ik wil niet te veel zeggen, want als je de Cruel Prince niet hebt serie hebt gelezen, dan spoil ik te veel. Het was voor mij al lang geleden dat ik de serie heb gelezen. In het begin was het echt zoiets van: oké, hoe staat alles alweer? Dus het is handig om die meteen daarna te lezen, maar zeker een aanrader. En de erfenis gaat over een jonge vrouw die een erfenis krijgt van haar oom. En daardoor na. Oh, Griekenland. Naar haar ouderlijk huis verhuisd gaat. En maar de band van haar moeder is met haar moeder is ook niet zo goed. Griekenland, volgens mij is het Italië, ik weet niet meer. Ze gaat in ieder geval terug en tijdens het spitten door van de spullen in het tuinhuis komt ze steeds meer en meer te weten over het verleden van haar moeder, waar haar moeder eigenlijk nooit over vertelde en wilde vertellen. En je hebt ook terugblikken met het verleden waarin je te horen krijgt wat er nou precies gebeurd is. Jonge vrouw, moeilijke jeugd al. En ze vindt troost uit een legende van een vrouw die in een wolf kan veranderen. En op een gegeven moment, zoveel jaar later, na het verlies van haar man, duikt haar stiefvader weer op en krijgt ze weer dezelfde troost van die. Dus het gaat om haar verleden. Maar ook om het heden, om haar problemen, om hoe ze ermee omgaat, om lief en leed, om familie, vriendschap. Zeker een aanrader.